Horen jullie mij? Ik hoor u heel goed. Ik vind dit geen fijn gevoel. Nee. Misschien heb ik dat net. De gang kronkelt een beetje, want misschien gewoon, moest dat eerder gehangen zijn. Ja. Dan zou het geluid wel direct doorkomen, want het is zo kronkelen. Ah, ja, ah, inderdaad. Ja, dat is ja. goed dat je dat zegt, want ja. dat was eigenlijk mij niet opgevallen. Mm-hmm. Voor mij viel daar het geluid niet echt weg. Het werd gewoon gedimd. Het kwam op een veel fijnere manier over. Het is vandaag koud, -1 en het is hier de sneeuw. Oei, oei. Ja. Daar zou ik het mee even vergelijken, omdat het is hier volgens mij groot. Ja. En ik dacht eigenlijk dat hier zo goed als niks in zou staan. Of geen bekleding of niks. Hier een, voor mij een heel volle ruimte. Was dat een gevoel dat er zijn? Wat niet? Was dat een gevoel dat er zijn? Dat was het gehoor. Vooral het gehoor. En, weet je, kom hier ook. Ze komt hier binnen. En ik denk dat Louise was die mij begeleid heeft. Dacht ik dat, of niet? En wij hebben niet echt veel obstakels tegengekomen, dus je weet al dat hier vrij leeg is. En je hoort dat, hè. En het klinkt hier ook anders dan in die vorige ruimte. Ja. Hebben jullie dat ook gehoord? Ja. Jullie kunnen dat ook horen, hè. Vergelijk ik dit licht met het licht van een GB of een Deleuze of een... Zo, dat komt echt aan. Nu is dat echt gewoon wit voor mijn ogen. Heel fel wit. De cent van mijn woning innemen met jullie geluk. Graag zou ik jullie willen vragen. Ook het overeenkomstige deel van de huur te voldoen, een overzicht. Totale huur is 500 euro. 80% daarvan is 400 euro per maand. Jullie kunnen het overmaken op mijn rekeningnummer 466-82-6370. Alvast bedankt. Wat ik heel goed gedaan heb, en ik vond het heel tof met het voorlezen van de brief, dat een heel goed. Goeie stem eigenlijk ook om dat voor te lezen. Ik vond zelf tof dat je al die cijfertjes van de bankrekeningnummer gewoon hebt opgenoemd. Want je kunt misschien wel denken van, moeten die dat weten? Dus ik vond tof dat je dat heel geduldig toch hebt voorgelezen. En die mevrouw, de kunstenares, heeft dat in een bos gezet. En dan moet dan eigenlijk de buurt moet dan voorstellen voor het plekje te beschermen. En dan kwamen er vandalen en die hebben met bakstenen het glas kapot gemaakt. En zo is het dan gekomen dat het helemaal gebarsten is. Ik vind het zo spectaculair. Ah, voilà. Dat vind ik zo van te horen. Ik kan me hier eigenlijk mij heel moeilijk iets bij voorstellen. Een hele grote kubusvormige doos en die is een box en die is uit ijzer. Mm-hmm. En ja, dat is zo gekregen. Dus dat is de kubus en hier is er dan zo'n deur. En hier is er wat is dat? Zo. Okay. Hier is er dan een deur. Ah, ja. Okay. En die deur is dicht nog open? Nu staat die open. Ja. Daar zit een muziekinstrument in. Het is niet dat je gewoon kunt staan als een box dicht is en ze spelen. Mm-hmm. Dan moet je echt zo door mijn hoofd tegenplakken. Om te luisteren. Ja. Wij staan nu in een balkvormige kamer, maar in het midden een ijzeren touw. En is er iemand om dat touw ons iets mee aan het doen of in beweging? Nee, dat is een karakter en machine. Ah, wel, er is toch iets met dat touw aan het gebeuren, hè? Of? Ja, dat komt altijd te trillen door het touw. Dat is knap. Ja. Dus bijvoorbeeld als je praat en komt wel trillen. Het is niet echt dik, het is zomaar fijn touwtje. Ja, het is inderdaad. En weet je welk materiaal dat is? Zou dat ijzer zijn? Dat is ja. Dat is ja. We staan hier nu voor een kamer met een raam. De bedoeling van deze kamer is in je leven een moment heel stil te maken. En als je niet beweegt, gaat het licht aan, anders blijft het licht uit. Heeft een specifieke naam, The Blackout Room. En die is ook gemaakt door Sarah van Sonsbeek. Ah, dat is dan een brief, of niet? Ja. Willen jullie er anders eens in gaan staan? Ik heb wel. Maar wat is de bedoeling? Je mag niet bewegen in de kamer. Leslie, ja? Jij kan het nog het verschil onderscheiden tussen licht en donker. Hè? Als dat heel fel en groot is, wel ja. Dat, en niet een klein lampje is wel, maar als het een grote ruimte is, dan kan het wel kunnen zijn. Ja. En kan het
Toen ja, ik kan het nu wel zien dan. Ja, ik kan nu ook een beetje licht. Ja, ik heb misschien iemand de mond bij houden. Ja, ik kan hier dat doen.